Je zorgt altijd dat je vooruit verdedigt. Je hebt echt precies hetzelfde als dat je hier doet. Want je zorgt dat je de paaslijn eruit haalt van de speler en de andere speler. En je moet die goal nog verdedigen. Dat is een stapje extra. Ja, dus eigenlijk de afstandsverdediging is nog moeilijker dan hiervoor. Ja? Oké, twee stappen starten. Mieke en Sleemon. Level. Volgende. Even nog blijven verdedigen, level. Yes, volgende. Wiskundige media. Doe maar level. Ja, jammer hoor. Kom je dan? Ja, gebruik veel mooi. Klapt er nu bijna niet zo. Hoe komen jullie aan de trainers? De trainers die komen uit de regio. We hebben vanuit Heracles zijn hebben we natuurlijk partnerclubs waarmee we samenwerken in de regio. Dat zijn ook de clubs waar onze trainers vandaan komen. Die trainers die zijn geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, op basis van hun voetbalinhoudelijke coaching, maar ook hun omgang met spelers. En op die manier proberen we ook de kwaliteit van onze trainingsstaf te waarborgen en uiteindelijk waar mogelijk ook nog te versterken en te verbeteren. Het is voor de jeugd natuurlijk fantastisch om in zo'n groot stadion als Elva Assito te mogen spelen. Zeker waar, ja. Sommige kinderen die komen hier om naar de wedstrijden te kijken. Dus dan is het natuurlijk super dat ze hier ook zelf kunnen trainen. Dus wat dat betreft is dat voor heel veel kinderen een wens die hierbij in vervulling gaat. Wie kijkt er mee? Yes, het is een fout, het is een fout, het is een fout. Moet je kort opzitten dan, hè? Als ik zo op het veld zie, dan zijn er heel wat kinderen aanwezig. Zeker waar, heel veel kinderen, ook verschillende leeftijden. Dat is ook altijd leuk, je kunt je al inschrijven vanaf 6 jaar tot een leeftijd van 15. Dus we die verschillen in leeftijden die hebben we ook allemaal aanwezig en dat is ook heel leuk om te zien. Zeker. Hoeveel weken zijn jullie bezig? Wij zijn momenteel 3 weken bezig. Het is in principe, de voetbalschool is voor 10 weken. Dus we hebben nog 7 weken te gaan. Dus nog 7 weken om met elkaar met voetbal bezig te zijn. Wat kunnen de kinderen allemaal leren hier? Nou, we focussen ons vooral op de techniek van de deelnemers. Dat houdt in techniek met bal, ook zonder bal. En die beoordelen we uiteindelijk ook. Dat doen we tussentijds en aan het eind van de 10 weken cyclus. En dat is eigenlijk de grootste focus bij ons bij deze voetbalschool. Kan je nou in het begin al zien of er talentjes bij zijn? Je ziet zeker dat jongens of meisjes getalenteerd zijn met de bal. Dat is leuk om te zien. Dus ja, dat zie je zeker. En gedurende de weken zie je daar ook mooie ontwikkeling in. Dus dat is een mooi onderdeel van ons werk.